Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Welkom bij deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, we hebben ondertussen al heel wat opgeruimd en zo. Boterhammetjes gegeten. Dus het is niet meer zo'n lange dag. Dus we dachten van, wat gaan we nou nog vandaag even doen? Nou, we hebben hier natuurlijk de Atlas. Tom is al driftig bezig om er een stempelcilinder af te schroeven. Kijk hier. Ja, die dingen die zijn lek. Ja, je ziet het. De ene vettige hoop daaronder. En die andere die was nog erger lek. Die heb ik er al afgehaald. Die ligt al op de werkbank. Kijk. Daar zo. Daar zat er ook eentje. Ja, het doel van de stempelcilinders is de kraan stabiliseren op het moment dat je ermee wil gaan werken. Je ziet deze as, die vooras, die zit op een draaipunt. Hier zo. Er zit eigenlijk gewoon een as doorheen en hij kan scharnieren. Dus deze as die kan eigenlijk gewoon zo schommelen. Dat is natuurlijk fijn, want dan kan hij zich mooi aan het terrein aanpassen. Dus staat hij altijd met vier wielen stevig op de grond. Alleen op het moment dat je dan gaat graven is dat niet heel handig. Want als je met gewicht in de bak en je draait opzij, dan gaat hij dus hier kantelen over die as. Dan gaat hij scharnieren en dan tilt hij daar achter een wiel op. Nou, daarom hebben ze hier dus stempelcilinders opgezet. Eigenlijk wat er gebeurt, is een heel simpel systeem. Je hebt twee hydraulische cilinders. Die drukken tegen die as. Kijk, zie je zo. En als dit wiel omhoog komt, dan wordt hier die plunger, die wordt omhoog gedrukt. En de olie die hierboven zit, die gaat via een slang, gaat die naar de andere kant, naar de cilinder die hier zit. En die gaat dus naar beneden hier uiteraard. En zo gaat die olie eigenlijk van links naar rechts. Nou, het systeem staat in verbinding met het hydraulische systeem van de kraan. Op die manier wordt dat systeem ook gewoon gevuld. Dus het zit eigenlijk gewoon gecombineerd met het normale hydraulische systeem. Maar er zit gewoon een klep tussen, die doet hem dicht. Dus op het moment dat jij met de kraan op de rem trapt, dan zet je eigenlijk gewoon de voetrem zet je vast. Kun je met een palletje kun je die blokkeren. Dan staan dus de remmen er rondom op als ze zouden werken. Is niet waar. Maar ondertussen gaat ook die klep die gaat dicht. En die voorkomt dus dat die olie van links naar rechts kan. En daardoor is dus die schommelas afgestempeld. Ja, dat systeem werkt dus niet, want hier is de cilinder af, die was lek. Deze cilinder is ook lek. Slangen zijn helemaal niet meer geweldig. En we hebben er van alles voor liggen, dus ik zou het weer helemaal kunnen maken. Dus dat gaan we nou doen. Zo. Gaat het lukken? Boys, moet even een beetje vervormen. Dat is het voordeel van die grote maten. Dan draaien die zeskanten er zomaar niet uit, hoor, bij zo'n inbus. Als je deze dadelijk eraf pakt, die as die valt er gewoon uit. Hè? Dan zeg je plomp, die valt eruit. En dan hierboven zit een heel kwart olie in. Dat komt er dan wel lekker uit, zeg maar. Komt er ook allemaal uit dan. Okay. Kijken bij de nieuwe onderdelen die we hebben. Wow. Nieuwe slangetjes hebben we. Oh, mooi hè. Nieuwe afdichtingen en vuilafstrijkers hebben we ook. Hier hebben we dus de plungersteel. Kijk, zo zit het ding in elkaar. Zie. Hier is er eentje. Kijk, dit is dus die plungersteel. Die gaat daar zo in. Nou, omdat het een enkel werkende cilinder is, hebben we eigenlijk geen, niet echt een zuiger. Het is gewoon alleen een plungersteel en heeft de afdichting hiervoor in. Dus dat is wel fijn, want je kunt dat ding gewoon zo goed uit elkaar trekken. Deze, je ziet het. Die heeft in de loop der jaren al het een en ander geleden. Kijk, je ziet hier behoorlijk wat beschadigingen erop. Nou, ik had nog gekeken of we hem eventueel zouden kunnen omdraaien, want dat kan natuurlijk wel. Hè. Je hebt natuurlijk die afdichting zit daaronder. Dus als je net hem kan draaien en je hebt een schoon stuk waar de afdichtingen zitten, dan is het een feestje. Maar helaas, hij is hier ook beschadigd. Hij zit best wel geroest en zo. Zou je kunnen oppoetsen eventueel een beetje en dan zou het misschien wel enigszins dicht kunnen zijn. Maar ik wil eigenlijk geen risico mee lopen. Nou, we toch zo goed bezig zijn. Dan heb ik dus een as besteld. Vergroomd. Dus die moet op maat maken. En dan kunnen we die erin zetten in plaats van die. Ik kan deze dadelijk in de ijzerbak. Dan ben ik alleen benieuwd of dat we dit een beetje kunnen zagen. Want dat is natuurlijk wel best wel hard. Ja, hier zit de chroomlaag op. De chroomlaag is keihard. Dan gaan we kijken of we met de lintzaag dit kunnen zagen. Dus doen we daar gewoon een oud zaaglint in en dan heel voorzichtig zachtjes aan proberen en dan misschien dat het wel lukt. Anders moet hem doormidden gaan slijpen.
Om even een oud zaaglint op te zetten, want ik heb eigenlijk geen idee of dat we überhaupt door die chroomlaag heen kunnen zagen. Dus in plaats van dan meteen een goed zaaglint aan op te offeren, gaan we eerst een oude proberen. Kijk, en als we zien dat er alle tandjes meteen eraf gaan en dat er niks van het materiaal afgaat, dan weten we in ieder geval dat dat niet gaat. Yes. Deze die mist al wat tandjes. Dus dat maakt niet zoveel uit. Hè? Hier zijn een stuk tandjes eruit. Maar deze zijn nog wel goed. Kijk, hier missen die weer een partij. Maar ja, als dadelijk in één keer alle tandjes eraf zijn, dan weten we in ieder geval dat het niet gaat. Hallo? Pak maar een schroefdraad af. Wees maar niet bang. Die zit al lekker los. Ah, hij komt er los. Zet een gokje in de comments. Welke kant gaat hij opvallen en ga ik hem opvangen? Oh, hier. Hij veert. Een zware jaar. Zit deze eigenlijk ook helemaal vernakeld? Ja, zal wel. Net zo ergens als die andere. Ja, allemaal putjes erin. Ja. Het is grappig trouwens. Volgens mij hebben ze ze al een keer omgedraaid, als ik zo zie. Ja, inderdaad, deze, hè? Dan ik zou zeggen dat die bolle kant, dat eigenlijk dat hieronder zit. Want dit is vlak. Mm. Ah. Nou ja, maakt niet uit. Ik kan ze allebei een beetje bol maken. Wiert. Ja, je moet even rekening houden, zit die bovenzinnig olie in. Ja, zoveel precies. Ja, exact. Ik denk wat handig is, hier zit een plug. Ja, hier ook. Ja, die zou dus ook kunnen. Maar als je deze eruit haalt, weet je waarom dat hier een plug zit? Is dit 2003 02? Nee. Weet je wel waarom hier een plug zit? Kun je hem dan via hier vullen ofzo? Nee jongen, dat komt omdat die ontwerpers die dit hebben bedacht, die zijn gewoon geniaal. Dit zijn gewoon niet de ontwerpers die BNP hebben bedacht. Dat hoor je hem niet vaak zeggen hoor, dat het ontwerpers zijn. Nee, ja, maar dit is echt... Vertel. Nou, dat is waarschijnlijk dezelfde schroefdraad als deze. Dat is het links en rechts hetzelfde onderdeel. Okay. Dan hoef je hem niet twee verschillende te maken. Anders heb je links en rechts en is nou niet. Dus je kunt de slang hier of daar erop zetten. Ja, nee. Grote kans. Ja, dat is goed hè. Zo van nagedacht. Precies. Maar je kunt natuurlijk deze eruit draaien bijvoorbeeld, dan heb je echt helemaal de bodem. En dan kan je hem daar langs leeggieten. Dus als je hem zeg maar... gewoon op de rand, een lekbakje eronder, draai hem leeg, of draai hem los en dan begint hij te druppen en dan kun je die... Dan moet je wel opletten, want als je hem dan zo rechtop zet, dan zakt hij in één keer, dan spuit het er echt uit wel hoor. Oh ja. Oké. Okay. Ik ben ook benieuwd of dat het lukt met onze lintzaag om die vergroomde as door te zagen. Laten we het meteen gaan proberen nu. Laten we kijken of het lukt. Misschien dat daar mijn zaaglint aan twee kanten er zo uitziet als deze kant. Kijk, ik ben benieuwd. Ik heb het karton eromheen laten zitten, dan beschadig ik het niet veel. De as, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Oké, daar gaat het dan. Heel zachtjes. Volgens mij gaat het prima hoor. Je kan er gewoon zaaglint vervangen en gewoon het goede erop zetten, denk ik. Zullen we dat doen? Anders staan we hier morgen nog, denk ik. Ik heb dit zaaglint natuurlijk niet voor niks vervangen. Dat was omdat hij hier natuurlijk niet goed meer was. Ja, nou ja, volgens mij doet hij het gewoon. Het is natuurlijk, er zijn een heleboel tanden die waren al gebroken. Maar ik heb niet de indruk dat we nou meteen nog veel meer tanden kapot hebben. Kijk, komt ie. Oh, vind je lekker. Er ligt misschien op een bepaalde plek olie, ja. Ja, dan komt er die afdichting in blijven met je plakken. Dat is een slip-stick effect. Dan begin je tegenaan te douwen en dan zo, poep, dan schiet je in één keer door. Dat ligt nou daar, zeg maar. Dat stuk wat ik doorgeschoten ben, maar dat ligt nou hier. Dus, Oh ja.
Ja. Maar die dingen die zijn in ieder geval goed gecalibreerd. Nou. Die zijn ook oliebestendig, die wel. Ja, die horen in olie. Ja, precies. Dat was hem. Dat is het enige. Dat ging goed. Maar heeft een beetje braampjes hier. Die hebben ze echt omgedraaid. Ik was bang dat de smering misschien niet helemaal goed zou zijn als het karton er nog omheen zou zitten. Omdat het karton er zwelt natuurlijk wel op. En dan gaat hij een beetje als een sealwerk bij het zagen in. Maar ik heb net aan de andere kant gekeken en dan komt hij toch gewoon keurig met snijolie ook eruit. Dus dat is goed. Hij moet alleen het karton nog doorzagen. Geweldig. Even zien. 31. Gelijk de volgende maken. Nieuw component. Ik wilde hem eigenlijk in de draaibank mooie schuine kantjes eraan maken. Maar hij past niet in de klauwplaat. Is het niet? Ja, wel in de drieklauw, maar ik wil hem laten doorsteken. Snap je? Dat ik hem hier kon pakken gewoon. En dan dit randje bewerken. Maar dat past niet. Nee, nee, dan moet je hem uit laten steken. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Draai hem zo los daar. Kijk. Zo gewoon vlak op de zeskant. Even een precisie. Nou, draait hem dan maar eens los. Mooi. Nou zal het wel moeten lukken. Hey, kijk eens. Oh, geweldig, hè. Hey, no problemo. Ja, ja. Zet die maar in je stageverslag. Inderdaad, tip van de hey, maar dat is heel makkelijk, want als je inderdaad zo'n zeskant hebt die klem zit en je slaat er een keer met een hamer goed op, dan wordt hij eigenlijk een beetje ovaal en dan breek je hem echt los. Dan is hij eigenlijk meteen los. Dat is wel een hemmetje, het is hem. Ja. Geweldig. Zo. Nou, dat is geweldig gelukt, zeg. Ik pak nu een bakje koffie. Oké, dan doe ik deze af. Vies vettig hoekje hier. Lekker. Het laatste vet eraf. We kunnen hem stralen en spuiten. Kantjes eraan maken. Dat gaat niet op de draaibank. We kunnen ze niet fatsoenlijk inspannen. Dus dan mag hier mee. Zo, klaar. Klaar? Ja, ronde kantjes eraan gemaakt. Nice. Ja. En aan deze kant een afschuiming voor de afdichtingen. Anders touw je ze kapot hè, als je hem monteert. Ja. Dat is goed. Ik heb de karton er nog steeds omheen laten zitten. Zodat je het netjes beschermt. Als we ze dadelijk gaan monteren, dan kunnen ze niet beschadigen. Huh? Nog een kantje af. We zien dat ze goed droog zijn voor het stralen. Ja, ja en dit moet er natuurlijk eventjes... Oh, hier zie ik hem, ze beschadigd. Het loshakken. Zo. Dus. Goed genoeg.
Het ziet er niet alleen nieuw uit, dat is gewoon nieuw. Is nieuw. Heb ik nieuw gekocht net, net naar de winkel. Ja, een mooi nieuwe stempelcilinder hoor, voor een Atlas. Is goed. Nou, uitspoelen dan maar. Hij heeft een eigenlijk een soort van geleiding, hier zo. Je hebt een dikke stuk hier, tot hier zo. En dit is eigenlijk waar hij hem geleidt. Daar verderop, dat is gewoon echt een kamer. Oh, hier, zie je hier zit de afdichting in, hier de afstrijker. Ja, het ziet er geweldig uit. Laat hem afspoelen. Oh. Poets even die groeven op waar die afdichtingen in komen te liggen. Die afdichting moeten natuurlijk niet alleen rond die plungerstelen afdichten, maar ze moeten ook in de cilinder zelf afdichten. En als daar wat oxidatie of vuiligheid tussen zit, dan werkt het natuurlijk ook niet helemaal goed. Dus die poets ik eventjes op. Er zitten een paar braampjes. Hier zo. Kijk, dat is met het eruit halen van de vuilafstrijker. Is daar iets tussen geslagen en dat is een beetje gestuikt. Dus ik ga nu hier de braampje een beetje weghalen. Zodat onze vuilafstrijker niet beschadigd raakt als we hem gaan monteren. Ziezo. Kijk, ja, die putjes die zie je natuurlijk nog. Maar het ging maar juist om het materiaal wat opgestuikt was. Hè. Kijk, dat het hier een deukje zat, was het materiaal hier omhoog gekomen. Kijk, en dat is nou weg. Die hobbels die zijn eruit. Ja, die gaatjes die zitten er nog, maar dat maakt op zich niet zoveel uit daar. Ha, patiënt nummer 2. Hé, hey, mooi. Hé, hey, goeie. Ik heb het zo meer. Ik heb de dieselbak meteen. Nou, deze moet je even opschuren daar ook. Kijk, ik heb dit opgepoetst met scotchbrite. Mm-hmm. En dat is bij die is daar erger volgens mij, want deze heeft er veel langer afgelegen. Andere lapje eruit. Ah. Nou, die ligt al langer niet ingebouwd, ja. Ja, precies. Die zal van binnen wel een beetje geoxideerd zijn, verwacht ik. Nou, hier hebben we het circus. Zo. Oké. Okay. Hier is hij, de afdichting. Nou, kijk, je hebt bij zo'n manchet heb je eigenlijk je hebt hier een vlakke kant, zie je? Je hebt hier een open kant, maar die open kant die moet eigenlijk naar de oliezijde. Kijk, als die olie hier zo tegenaan drukt, dan drukt die eigenlijk de ding zo open, dat die, ja, die lippen eigenlijk harder tegen die oppervlakte aandrukt, waardoor die dus afdicht. Dus deze altijd naar de oliekant. Robocop, kopkaas, witte vaseline. Kijk, je kunt vaseline dus ook gewoon gebruiken voor dit soort dingen. Beetje invetten. Zo, ook wel gaan. Als ik hem heel voorzichtig. Oh, heel voorzichtig erin. Klop, lukt het misschien ook wel. We gaan proberen om hem erin te krijgen op het moment dat de plungersteel erin zit. Mogelijk dat hij dan iets beter centreert. Oké. Okay. Zo. Pak hem maar gerust aan de onderkant vast, want nou kan hem niet meer goed tegenhouden zo. Hallo. Wat krijgen we nou? Hop! Mooi! Geweldig, hè? Ik
kan een beetje. Het lekker liggen. Ja, dit moet gaan zo. En jawel, als het schuine randje eruit poetsen. Even op de band schuren en dan het schuine randje eraf halen. Ja, maar dan moet je wel precies overal evenveel afhalen. Ja, dat zou dat ronde kantje zou wel goed zijn als de weg is. Ja, inderdaad, dat is net. Misschien gewoon zo vlakker opleggen en dan zo woeie, ja, een beetje draaien zo, ja. Nu denk ik. Ja. Nee Niels, we gaan niet de heftruck starten. Kijken. Ja. Hij moet meer daar, maar dan ga je zak erin. Maar als je hem nou even met het blokje eerst even doet. Beetje verder. Ja, hij moet daar nog een beetje verder, maar dit is goed. Dit is goed. Oeh, kijk dan. Hier kan hij nog iets verder, maar... Ja, maar dit is mooi. Ja. Klinkt als dat hij draagt. Hey. Dat is hem. Mooi. Oh, een mooi cilindertje, jongen. Oh, dit is lekker hoor, dit. Dit is fijn. Nou, echt wel. Oké. Okay. Wat we kunnen doen straks, is hem helemaal ontvetten. En dit gewoon hier zo even een beetje... Zo'n rups vaseline overheen doen. Oh, dan af. En dan gewoon spuiten en dan blijft dit gewoon goed. Dan hebben we meteen alles meegespoten. Rups vaseline. Ja. Nee. Rups vaseline. Nou dit. Oh. Ah. Een krikje. Ja, dat vind ik niet fijn. Ik ook niet. Plop. Baf. Oké. Ja. Dit mooi is. Lengt, ja. Echt goed. Zo. Oh, mooie cilindertjes, jongen. Zo, hier. Oké, en nu? We gaan het afsluiten. Het is echt gewoon tijd. Ja, je wil ze eigenlijk niet in de grond verf spuiten. Eigenlijk wel. Ja, dat wil ik ook wel, maar het is gewoon tijd. Maar het gewoon... kan ik nog wel even doen. Ja, maar ja. Weet je wat het ook is? Ja, maar ja. Nou, wat is het? Ja, het is morgen, was, of gisteren was het ook wel laat. Ja, maar, van, ja, maar dat moeten we aanhouden. Ja, ik weet het. Ik kan ook nooit stoppen, maar we moeten dat wel doen. Wat we kunnen doen natuurlijk is, morgen hebben we toch een drukke planning eigenlijk. Ja, dat is gewoon kut. Nee, dat valt er mee. Morgen gaan we het motorblok halen. Ja, dat is fijn. Hey, dat is alles behalve kut, toch? Ja, dat wou ik zeggen. Leg hem gewoon ernaast. Dan hebben we een mooie deur daar liggen. En we gaan die gewoon morgen met, zo. Ja, nou is hij zwaar, hè. Oh, het ziet er goed uit, hè. Kijk hier dan. We lijken wel een echt officiële cilinderfabriek, zo. Officieel. Ja. Zie je dat, hoe mooi. Hier, ik had nog een foto gemaakt, before en after. Dat was ook echt... Ziet er toch wel even anders uit zo, hè? Ja, nou helemaal. Gestraald dan wel. Waarom gaat deze niet verder in? Dat hoort. Ja, maar maakt niet veel uit hoor. Dat is een nieuwigheid, moet je even indeuken aan de achterkant. Ja, nou ja, ik weet niet, misschien zit hij nog niet aan zijn eind, hè? Ik denk het wel. Niet verven. Kut, hè? Ja. Oké, okay, kom, nee. Doe de verf in de spuit. Nee, wel, want we moeten hem ook nog schoonmaken ook. Ik weet het, maar het is echt gewoon tijd. Het was gisteren ook al laat. Ja. Maar dit hebben we toch morgen zo gedaan? Weet je, die grondverf is echt poepjesnel droog, hè? Oh, wist je dat? Wist ik. Ja, daarom. Dus we kunnen dat morgen gewoon doen. Dan moeten ze met de grondverf dan wel, of met de... Ah, dat zijn toch twee sexy cilindertjes. Ja, mooi hè? Ja. Ja, je wil spuiten hè? Dat gaan we niet doen. Eigenlijk wel, ja. Nee, het is goed geweest. We gaan het afsluiten, want het is ook gewoon tijd. We gaan, morgen gaan we eerst de T55 ophalen. En het motorblok, natuurlijk. Dus, sick. Ja. Dat wordt sick. Sick, man. Ja, we kunnen natuurlijk... Nou, komt goed. Dat was het. Hey, cilinders. Ik wil net zeggen, we kunnen er een heel plan over maken, maar dat doen we dadelijk wel. Nee, dit ligt lekker klaar. Dus die kunnen we morgen spuiten. Kunnen we ze monteren. En dan werkt dat ding alweer van de Atlas. Dat is mooi. Kunnen we meteen testen. Ja, dat is zeker een verbetering. Dat scheelt echt enorm. En mooi nog een luchtklepje. Die luchtklep, ja. Dat moeten we nog even verzinnen. Als er nog mensen zijn die daar goede suggesties voor hebben. De luchtklep van de Atlas. Wat voor een was het ook weer? Een 3-2 volgens 3-2, mij. 3-2, ja. Luchtventiel. Dit is hem. Althans. Wat er nog van over is. Kijk. Hier zat nog iets ingeschroefd ook. Dat is een knop. Daar moet je met je voet op drukken zo. Psh, en dan wordt er een klep bekrachtigd. Bekrachtigd. Bekrachtigd.
Ja, dus dat... Maar ik had het gevoel toen je het gestart en er komt helemaal geen lucht uit, uit die leiding daar. Echt nul. Nou, dat kan ook wel niet werken eigenlijk. Nee, dat kan helemaal niet werken. Die is gewoon dichtgerot. Dat kan, ja, hè? Dat is een serieus probleem van een luchtsysteem. Dus met perslucht krijg je altijd condens. Oh, als je een stalen leiding hebt, dan rot ze gewoon dicht. Ja, nou, die is dus gewoon keurig dichtgerot, want er komt echt niks erin. Nou, dan moeten we dan wat daar ook eens naar kijken. Maar we moeten ook zo'n klep hebben. Dus als er nog mensen zijn die goede ideeën hebben, waar we een klep van een Atlas 1200 kunnen verkrijgen of equivalent. We hadden een heel klein fruttig klepje gevonden, maar dat werkt niet. Het is wel een waar je met je lompe werklaars op moet kunnen stampen. Hè? Over suggesties gesproken. Tammy! De designs voor shirts en truien in de webshop en mokken, et cetera. Ja! Als je nou nog een leuk idee hebt... Precies dat! Ja, want we hebben natuurlijk bij TechBeach hebben we echt een berg aan merchandise verkocht. En eigenlijk zoveel zelfs dat we een soort van zijn uitverkocht. We hebben nog wel het een en ander, maar niet heel veel meer. De webshop is nu ook even offline. Er hebben een aantal mensen hebben het ook gemerkt. Die hadden al gemaild, zei je, de webshop is offline. Komt hij nog wel terug? Ja, die komt weer terug. Maar we moeten eerst even tellen wat we allemaal nog hebben voordat we natuurlijk weer de webshop online kunnen zetten. Want anders gaan we die dingen bestellen die er niet meer zijn. Dat zou natuurlijk jammer zijn. Ja. En we willen dus ook nieuwe designs erin zetten. Ja, dus wij hadden al een paar dingen bedacht. Ja, de SICK en zo, de motor van de SICK of de hele SICK zelf misschien wel. Ja, de locomotief hebben we niet. Of Luca. Misschien niet. Ja, Luca. BNP. Ook leuk, hè? Dan Luca eronder of zo. Of die ene van Carl. Ja, die is ook leuk. Ja. Zij top diddly V-kijken. Dat vonden wij wel een toffe tekst. Dat is wel leuk. En dat is de fonetische Amerikaanse vertaling van tof dat jullie weer kijken. Ja, leuk. Carl zit nou te kijken en die zit nou als een achterhoofd te krabben. Ja. Wat zeggen ze nou? Wat zeggen ze weer? Nou, ja. Ik kom niet in de vertaling over. Hoppa! Hey, we gaan het afsluiten. Dus, Tom, ik zou zeggen bedankt voor de assistentie en de gezelligheid. Tuurlijk. En jullie allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Houdoe.